Dit is Curaçao voor de rampzalige onlusten die in het centrum aan weerskanten van de Sint-Anna-baai een grote ravage achterlieten. Dikke rookwolken dreven boven het stadsdeel Punda nadat tal van zaken hier in brand waren gestoken. Tevoren waren ze door de demonstranten geplunderd. Tegenover de explosie van geweld stond de politie van Willemstad volkomen machteloos. Ook de brandweer kon niet veel anders doen dan pogen uitbreiding van het vuur tegen te gaan. Binnen enkele uren waren enige van de voornaamste winkelstraten grotendeels veranderd in puinhopen. Het oproer dat zulke kwalijke gevolgen had, kwam op een tijdstip dat op Curaçao naar schatting 800 merendeels Amerikaanse toeristen vakantie hielden. Niets verried 's ochtends dat in dit drukke zaken- en toeristencentrum enkele uren later de complete chaos zou heersen. Waar in de morgenuren de toeristen nog rondliepen en hun belastingvrije inkopen deden, was een verblijf 's middags levensgevaarlijk, omdat de gevels van vele uitgebrande panden op instorten stonden. Zeldzaam luguber is het contrast tussen dit beeld van een zonnige winkelstraat en dit van complete verwoesting. Onmiddellijk na de uitbarsting werd van alle kanten naar een oorzaak gezocht. De directe aanleiding was een staking bij Werkspoor Caribbean, die op het terrein van de olieraffinaderij werk verrichtte, waarvoor de arbeiders hoger loon eisten. Maar de grond van de onrust zit dieper. Die moet voor een belangrijk deel worden toegeschreven aan de automatisering in de olieindustrie, waardoor in de laatste jaren duizenden werden ontslagen, met als gevolg grote werkloosheid. Het aantrekken van nieuwe industrieën en de hotelbouw ten behoeve van het toerisme hebben lang niet voldoende nieuwe arbeidsplaatsen geschapen. Dit alles leidde op Curaçao tot de ramp die niet tot Punda beperkt bleef, maar ook aan de andere zijde op Otra Banda reusachtige verwoestingen teweegbracht. Het op Curaçao gelegerde detachement mariniers werd door de Antilliaanse regering te hulp geroepen. En zij namen een deel van de politietaak over. Zij patrouilleren nu ook in dit deel van Willemstad, dat eruit ziet alsof er een oorlog heeft gewoed. Volgens sommige ooggetuigen zijn de demonstranten op weg naar de stad een supermarkt binnengevallen, waar ze onder andere vele flessen sterke drank buitmaakten. Het schijnt dat velen toen onder invloed raakten en dat daarna de betoging geheel uit de hand liep. Toen werden ook Europeanen gemolesteerd en vaak uit hun auto's gesleept die daarna in brand werden gestoken. Terwijl er een begin is gemaakt met het opruimingswerk, houden mariniers de wacht in de straten van het geteisterde centrum, onder andere om verdere plunderingen te voorkomen. Enkele winkeliers zijn begonnen aan een herinventarisering. Intussen zijn nog extra marinedetachementen naar Curaçao gezonden om te helpen bij het handhaven van de orde op het zwaar getroffen eiland, waarvoor ontelbare miljoenen aan schade werd aangericht, nog afgezien van de onberekenbare schade die aan het toerisme is toegebracht.